Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag laten zien hoe je een marshmallowkoekje kan maken. Dus veel plezier met kijken. Voor de marshmallowkoekjes heb je nodig koekjes. En ik gebruik biscuit. Ik heb even een trommel gedaan. Marshmallows. Ik gebruik witte marshmallows. Maar je kan elke marshmallow gebruiken die je wilt. En je hebt een bord nodig. En natuurlijk ook een magnetron, anders lukt het niet. Wat je doet is, je pakt een biscuit, leg je op het bordje. Dan doe je een marshmallow op. Zo. En dit gaat nu 20 seconden in de magnetron en dan haal je hem er weer uit. Je kan misschien, de marshmallow gaat heel groot worden. Maar als je hem dan weer uit de magnetron haalt, dan wordt hij weer klein. Maar als die er gewoon weer uit is, dan het is ook heel heet als je hem eruit haalt. Dus je kan ook handschoenen gebruiken om hem eruit te halen, maar dat hoeft niet. Dus ik ga nu even dit even in de magnetron doen. Ik heb de magnetron gehad en zoals je ziet is die groter geworden. Hij is wel gekrompen. En hij is echt heel erg zacht. Maar wel lekker. Dan doe je weer een biscuitje op. En die plet je een beetje zo. En dat doe je nu weer 20 seconden in de magnetron. In de magnetron geweest en hij is weer groot geworden. Zoals je ook kan zien. En nu is het eigenlijk klaar. Dus nu kan je het opeten. Oké. Hij is nog een beetje warm. Ah, dan blijf je hem vastplakken. Oké. Hij blijft vastplakken. Dit is trouwens heel lekker, maar het wordt op een gegeven moment wel hard, maar oh mijn god. Oké. Ach, heel lekker. Nogal hard nu. Kun je als een één? Het is heel lekker. Ik hoop dat jullie dit ook gaan maken. En stuur dan mij ook een foto op Instagram en tag me dan met deze naam. En dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe ook vooral een blauwe duimpje omhoog. En vergeet ook niet te abonneren. Dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!